Grote kans dat jij als vaste kijker de kernselectie van de Giro al kent: een verzameling van 200 trackers, ETF's die je onder de juiste voorwaarden zonder transactiekosten kunt kopen bij de Giro. En misschien heb je de PDF op de website van de Giro wel ooit bekeken. Of heb je hem uitgeprint en aantekeningen gemaakt, zoals ik heb gedaan? Maar je zult zien dat er veel informatie te vinden is, maar ook heel veel informatie niet. Want het PDF-bestand van de Giro geeft je wel een overzicht van alle fondsen die erin zitten, maar niet alle informatie die je graag zou willen hebben als investeerder, die je snel even kunt kijken. Om een selectie te maken en juist daar heb ik de laatste twee weken is het al gewerkt aan een Google sheet. Deze spreadsheet bevat alle informatie die al in de lijst stond, maar dan nog met een paar kolommen extra met informatie die ik nuttig vind als ik naar de kernselectie zou kijken. Denk hierbij aan welk type tracker is het? Is het een aandeel, een obligatie? Is het misschien wel een REIT? Welke geografische indeling houdt een fonds aan? Is het wereldwijd? Is het Europa? Een specifiek land? Of juist een bepaald onderdeel juist uitgesloten binnen dat fonds? Maar ook de kosten, zoals beheerkosten of lopende kosten, en nog een paar zaken extra. Dit zorgt allemaal voor dat je in ieder geval meer informatie hebt. En zeker omdat het in een spreadsheet staat, kun je ook snel filteren om het juiste aandeel te vinden. Wat er precies allemaal in deze spreadsheet zit en hoe die werkt, laat ik je in deze video zien. Dus laten we snel beginnen. Voor dit gedeelte van de video zal ik mijn scherm delen, omdat dat wat makkelijker is om alles uit te leggen. Uh, we zitten op dit moment trouwens op een nieuwe pagina op de website. Passiefinkomen.nl slash de Giro kernselectie. En zoals de titel eigenlijk al zegt, uh, is hier alle informatie over de kernselectie te vinden. Natuurlijk vind je bovenaan meteen een link naar de spreadsheet. Daar zullen we dadelijk naar gaan kijken. Mocht je nog geen klant zijn bij de Giro en wel willen beginnen met beleggen. En dus ook gebruik maken van die kernselectie, hier vind je een link om jezelf aan te melden bij de Giro. Uh, onderin vinden we nog wat meer informatie over wat is nou die kernselectie. Ja, zoals kort gezegd, de Giro kernselectie bestaat dus uit 200 trackers of ETF's. Uh, dit zijn beleggingsfondsen die zich richten op verschillende groepen van aandelen. En zoals hier ook staat in onze spreadsheet, gaan we daar eigenlijk verder op in over hoe je snel kunt filteren. Um, hier zie je eigenlijk alle informatie nog. Uh, ik heb nu de... Spreadsheet gebaseerd op de lijst van maart 2019. Dat is de laatste versie van de Giro. En ik zal hier ook telkens de laatste update weergeven in zowel de lijst van de Giro als dus de spreadsheet. Mocht er dadelijk wijzigingen komen binnen de kernselectie, dan zal ik die hierin uh, natuurlijk ook bijwerken. En onderin vind je trouwens ook nog: uh, ja, betaal geen transactiekosten, want dat is natuurlijk de reden dat wij gebruik willen maken van de kernselectie. Eigenlijk de paar belangrijkste dingen waar je op moet letten. Eenmaal per maand is het sowieso gratis per isen code. Wil je meerdere transacties doen, dan moet het in dezelfde richting, dus had je eerst een aankoop gedaan, dan zal dat nu ook een aankoop moeten zijn. Maar dan moet het bedrag minstens 1000 euro of meer zijn en het moet ook altijd op de juiste beurs, dus mocht een aandeel nou op meerdere beurzen genoteerd staan, kies dan de beurs die ook in de kernselectie PDF genoemd staat. En dus ook die in onze spreadsheet gewoon vermeld staat. Maar dit is zeg maar een korte samenvatting en wat algemene informatie. Nou, ik zal wanneer we op deze button klikken, opent het volgende tabblad en dan zie je eigenlijk best wel veel informatie. Zeker als je zo in het begin kijkt. Ja, zoals gezegd, het zijn 200 um, ETF's trackers die erin op zijn genomen. En dat verklaart ook waarom ik er twee weken mee bezig ben geweest. Het had ik eigenlijk gepland voor vorige week deze video. Ik had alleen de tijd niet om het helemaal af te krijgen. Want het heeft me denk ik ja, een uurtje of acht alleen al gekost om alle data in deze sheet uh, te zetten. Mensen die de Giro selectie uh, PDF al kennen, weten eigenlijk dat uh, daar normaal deze vier kolommen in staan: een code van het aandeel, de naam. Zoals hij bij de Giro bekend is. De valuta en de beurs waarop hij verhandeld is. En eigenlijk alle informatie die daar rechts van staat heb ik dus extra toegevoegd. uit te zoeken. En waardoor het dadelijk makkelijker is om erop te gaan filteren. Dat is eigenlijk het hele idee achter deze spreadsheet. Mocht je trouwens uh, nog vragen hebben of uitleg. Je kunt natuurlijk deze video kijken. Maar ook onderin hebben we een tabblad met uitleg. Nog even een korte samenvatting. Wanneer we hierop klikken gaan we terug. Naar de pagina op onze eigen website, dus mocht je hier trouwens op naar die pagina willen gaan, en dat geldt voor meerdere links die we in deze video bespreken. Als je hier op rechtermuisknop gaat staan en link openen, dan zal hij een link openen in een nieuw tabblad zoals je ziet hierboven, en dan komen we er ook weer op die pagina uit. Zodra eenmaal de video geüpload is, zal ik hier een link plaatsen zodat je altijd weer snel erbij kunt komen. Belangrijk is ook dat mocht je dadelijk wijzigingen gaan. Uh, willen maken, zeg maar. Op dit moment is het een gedeelde sheet. Ik heb hem gemaakt, maar ik heb hem gedeeld met jullie. Maar jullie hebben geen rechten, jullie kunnen alleen kijken. Op dat moment is het belangrijk dat je het eerst zelf gaat opslaan voordat je er iets mee kunt doen. Dat kun je doen door op bestand te klikken en vervolgens op downloaden en het dus als Excel-document te downloaden. Of wanneer je in bent gelogd met je Google-account, kun je een kopie maken waardoor die automatisch. Uh, deze spreadsheet kopieert naar je eigen Google Drive. En op dat moment heb je eigenlijk alle rechten en kun je dus alles aanpassen naar eigen voorkeur, zeg maar. Dus dat is zeker interessant en ook eigenlijk dus het hele idee juist het filteren. Um, hier zien we trouwens nog alle kolomnamen die we dadelijk in het eerste um, stukje zien in de eerste tabblad. Met wat uitleg over wat er eigenlijk in die kolom genoemd wordt of hoe het, um, ja, wat er staat aangegeven. Belangrijk hierbij is bijvoorbeeld dividend. Geeft aan of het dividend uitgekeerd wordt, een D van distributing. Of wordt ingehouden met een A van accumulating, of dus een C. Gaan we dan weer even terug naar het vorige tabblad. En dus naar de kernselectie. Dan zal ik hem ondertussen even inzoomen. Omdat er best wel veel informatie is. En natuurlijk ook veel mensen op mobiel kijken... dus ik hoop dat iedereen het zo wat beter ziet. Um, we beginnen met de e code dat is de unieke code natuurlijk... waar het aandeel aan te herkennen is. De naam van de giro, de valute zoals gezegd... en de beurs waarop het verhandeld wordt. Um, we zullen trouwens deze informatie wat verder naar links doen... omdat die eigenlijk hier ook weer terugkomt. We zien eigenlijk natuurlijk de aanbieder... in dit geval heel veel Amundi. De naam zoals de aanbieder het um, ja, op zijn website heeft vermeld. Dan hebben we hier een type aandeel... Um, en dit wil, of een type tracker, zo moeten we eigenlijk zeggen. En als we dan hierboven gaan naar het filterknopje, dan zie je eigenlijk de opties die er in deze kolom staan. Zoals gezegd, we hebben aandelen, we hebben leveraged aandelen, short. Dus juist als de koers daalt dat je daarvan profiteert. Gericht op grondstoffen, obligaties in het algemeen of specifiek voor bedrijven of overheden. Of short gaan op uh, Obligaties en ook vastgoed. Dus op die manier kun je snel filteren. Het fonds geeft eigenlijk aan, vooral geografisch is het vaak, um, of in het geval van grondstoffen, welke vormen van grondstof het zijn. Zijn het bijvoorbeeld edelmetalen. Dan heb je nog een kolom specifiek om binnen edelmetalen bijvoorbeeld specifiek naar goud te gaan. Heb ook juist uitzonderingen. Soms is een aandeel zoals de bovenste uh, voor Azië-Pacific, maar dan juist zonder Japan. Dus die wordt uitgesloten. En dan uiteindelijk zien we hier beheerkosten als die apart vermeld staan. Staat er nou geen aparte uh, vermelding van beheerkosten. Maar bijvoorbeeld total expense ratio, dan zullen we die in kolom L hebben. En staan er nou twee dingen? Dan betekent dat dat dit bijvoorbeeld 0,28% kosten heeft. Zoals gezegd, hier zien we dividend terugkomen. In dit geval een C, en wordt het dus. Um, ingehouden en uiteindelijk hier ook weer de website van het specifieke fonds. Dus als we hier rechtermuisknop op doen en link openen, dan gaan we naar die specifieke pagina met alle informatie over deze specifieke tracker. Um, we gaan weer iets naar links om dadelijk wat uh, dingen te gaan filteren, zeg maar. En laten we bijvoorbeeld als eerst gaan kijken naar een, um, een fonds, een tracker of meerdere trackers eigenlijk, die zich richten wereldwijd. We noemen het natuurlijk vaak Vanguard, het VWRL-fonds. Maar er zijn waarschijnlijk nog wel meer fondsen die zich hierop richten. Dus we gaan ten eerste kijken naar het type. En we willen hier even uh, doen we wissen en klikken vervolgens aan aandelen. Dan wordt de lijst al een stukje korter. We willen een fonds dat zich ook hier. Uh, even kijken. Het heet geloof ik wereld, heb ik het gezegd. Dus dat staat bijna onderaan. Een fonds dat zich gericht op de hele wereld. Nou, we zien inmiddels. Hier op lijn 198 Vanguard staan. Met het VWRL fonds waar we zojuist over hadden. Maar er zijn dus veel meer fondsen die dit hebben. Nou, we zien hier nog wat dingen die echt specifiek ergens op gaan. Of bijvoorbeeld Europa uitsluiten. Dus die zouden we dan over willen slaan. En als je meerdere aanbieders hebt. Want we hebben natuurlijk Vanguard. Maar waarschijnlijk dus ook um, iShares. Dat is waarschijnlijk deze. Dan is het vaak interessant om te gaan kijken. Maar wat zijn nou eigenlijk de kosten van deze fondsen? Nou, bijvoorbeeld Vanguard is dus 0,22% heel erg interessant, maar we zien ook fondsen staan. Maar dat is misschien niet het goede voorbeeld met private equity. Um, maar je ziet ook hogere kosten staan. Dus let niet alleen op of een fonds een bepaalde index volgt, bijvoorbeeld, maar ook juist welke kosten. Of misschien juist wel het dividend dat je daarop gaat focussen. Wil jij uh, fonds hebben dat dividend uitkeert, dus de D van distributing, dan kun je hier nog filteren dat je alleen. Die fondsen pakt, dus even wissen. En dan zijn het alleen nog maar fondsen die, dus uitkeren. Um, we willen hier bijvoorbeeld alleen lege cellen. Nou, dan wordt het lijstje al een heel stuk korter. En er dus zijn er waarschijnlijk zes fondsen van verschillende aanbieders die voldoen aan jouw eisen. Nou, misschien ken je een paar van die fondsen al of wil je dus wat meer informatie hebben. Nou, dan ga je gewoon deze zes links even af. Ga daar alle informatie lezen en op basis daarvan maak je een keuze. Dan komt het natuurlijk dus voor dat je nog steeds moet gaan, eh, informatie moet gaan zoeken. Maar je hebt het nu al teruggebracht naar zes aandelen waar het voorheen een lijst had van 200 aandelen. Waar je heel veel informatie die je nu al weet eerst had moeten uitzoeken. Het kan natuurlijk ook zijn dat je specifiek op zoek bent naar um, dividend of obligaties, zo moet ik het zeggen. Terwijl we dividend uitklikken. Dus we gaan even onze filters leegmaken. Um, alles selecteren oké. Okay. Uh, we gaan dan juist uh, wissen en we willen hier obligaties. Misschien wil je specifiek bedrijven, misschien overheden. Laten we overheden als voorbeeld pakken. Dan staat er ergens nog een filter aan wat ik niet wil. En dat is fonds. Oh, alles selecteren. Ja, dat is beter. Dan zien we hier eigenlijk alle obligaties die. Op overheden gericht zijn. Ook hier hebben we natuurlijk weer willen we specifiek op een land, op Europa, op de Verenigde Staten. Wat ja, de looptijden zijn ook ooit um, anders natuurlijk. Dus misschien wil je wel specifiek op een lange looptijd. en zeg je van weet je wat, ik vind 1 tot 3 jaar niet zo interessant. Ik wil 5 tot 7 jaar hebben. Nou, dan zien we dat zowel iShares of Luxor uh, dit aanbieden. Kosten zijn redelijk bij elkaar, alleen het ene die keer dividend uit terwijl het andere het juist in het fonds houdt. Dus herinvesteert. Wederom, snel heb je een keuze kunnen maken of een filtering kunnen maken van fondsen die aan jouw eisen voldoen. En dan is het nog even de vraag om deze twee websites te bezoeken. Om te kijken welke fonds welk fonds dan het beste bij jou past. En laten we trouwens als laatste voorbeeld dan vastgoed kiezen, terwijl we er even wat filters uitzetten. Ik um, zal trouwens binnenkort nog een extra video maken over um, vastgoed. En terwijl we dit hier verkeerd doen, want hier willen we naar vastgoed, read. Um, heb ik weer ergens een filter aan laten staan wat ik niet wil? Nou, dan zien we dat we ook binnen de kernselectie in vastgoed kunnen investeren. Um, vier fondsen van iShares. Eén van Van Eck, dat is trouwens het fonds waar ik ook in zit. En nog van uh, BNP Paribas zit er ook nog één in. Deze is specifiek op de wereld, of niet specifiek. Deze is wereldwijd. Andere zijn misschien juist op Europa gericht. Dus dat zou manieren kunnen zijn waarop jij wil gaan filteren. Misschien baseer je, je vooral op kosten. Um, ja, dan weet je in ieder geval welke er zijn. Zoals natuurlijk bij Dividend, uh, bij REITS. Ze zijn verplicht om. Bijna 80 of 90 procent van de winst uit te keren, dus ja, natuurlijk is de dividend distributing. Maar zo heb je alweer snel een filter gemaakt om eventueel dus in vastgoedfondsen te investeren. En ik hoop dat je hiermee, dus snel geholpen bent om het juiste fonds te kiezen, of in ieder geval sneller tot het juiste fonds te komen. Want waar je voorheen misschien wel een half uur of langer bezig was om alles door te nemen in die kernselectie. Ben je nu met een paar muisklikken door wat filters in te stellen, heb je al vrij snel dus gevonden waar je naar op zoek bent? En tot zover de uitleg over deze spreadsheet. Ik hoop dat je hem in ieder geval nuttig vond. Het idee was dat je op één plek, een één lokale plek, eigenlijk een, alle informatie die je nodig hebt kunt vinden en eventueel snel door kunt klikken naar de website. Van degene die het product aanbiedt. En juist door snel gebruik te maken van filters. Ook snel het aandeel te vinden waar jij naar op zoek bent. Wil je dan nou gaan beginnen met beleggen via de Giro. En dus gebruik maken van de kernselectie. Onder deze video vind je een link naar de Giro. Om jezelf aan te melden. En dan vind je trouwens ook alle andere links. die ik besproken heb in deze video. Dus niet alleen mijn eigen website, de Giro. Maar ook links naar deze spreadsheet. En mocht je naar het kijken van deze video nog vragen hebben. Laat ze natuurlijk achter in de reacties onder deze video. Ik hoop dat ik ze daar uh, direct al kan beantwoorden of misschien andere kijkers jou kunnen helpen met een antwoord. En anders kan ik misschien in de toekomst nog een vervolgvideo maken. En daarmee zijn we aan het einde van deze video. Bedankt voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Het is leuk voor mij, maar het is ook goed voor YouTube dat meer mensen deze video te zien krijgen. En wil je zelf meer video's zien? Ik maak elke week twee video's. Die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus klik hieronder op abonneren. Klik op het bel-icoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En dan zie ik je graag in de volgende video terug.